Bij ons vanavond in de studio te gast Inge van der Krabbe. Auteur van haar prachtige debuutroman Tot waar we kijken kunnen. Inge is 43 jaar, ja. Heb ik goed gerekend. Ja. Geboren in 's-Hertogenbosch, groeide op in Bommelerwaard en woont inmiddels in Utrecht. Dus die heeft net ook wel een stukje in de auto kunnen zitten. Ja. Als ik jouw profiel gewoon doorspit, dan zie ik dat jij iemand bent die gewoon van letters houdt, om het maar heel erg zwart-wit te zetten. Je studeerde algemene letteren. Klopt, ja. Je bent daar ook gewoon een baan mee begonnen. Je hebt een eigen... Ja, dat is op zich best wel lastig met algemene letteren. Want het is een beetje een... wel een hele leuke, maar toch wel vrij vage studie. Mm-hmm. Dus... ik moest daarna wel echt een soort van weg vinden van, ja, wat kan ik daar nou mee? Maar dat schrijven en woorden en letters, en dat zat er eigenlijk van kinds af aan al in. Dus ja, maar ook echt een enorme boekenworm geweest? Of was je altijd je eigen verhalen aan het schrijven? Beide, ja. Ik vond het heerlijk om naar de bibliotheek te gaan en allerlei boeken te lezen. Mijn ouders lezen trouwens ook heel veel. Die hebben echt een hele huis vol boeken. Dus dat krijg je dan toch wel mee. En ik schreef inderdaad ook, ik had een schriftje, dat komt ook nog in mijn boek terug trouwens. Gedichtjes en verhaaltjes en van alles. Maar eigenlijk heel erg als kind, maar toen ik zeg maar middelbaar school en studeren en zo, is dat schrijven best wel weggezakt. Terwijl je toch je eigen bedrijf hebt, Texting, waarin je, dat motto vond ik heel erg mooi, het tekstbureau voor teksten die raken. Ja. Ja. Vanwaar wat probeer je te bereiken met jouw teksten? Op welke manier wil jij mensen raken met het geschreven woord? En dan niet eens je boeken, maar gewoon in je werk. Nou ja, dat geldt inderdaad denk ik zowel voor boeken als, hoe zeg je dat, creatieve teksten als zakelijke teksten. Dat je iets teweeg wil brengen bij mensen. En de kunst is denk ik, dat is trouwens ook met een roman, om ze gewoon vanaf die eerste zin of dat eerste kopje die tekst in te trekken en dat ze door willen lezen. En daar zijn al bepaalde technieken voor, maar je moet denk ik ook wel een soort taalgevoel hebben. Want voor je werk schrijf je met name zakelijke teksten eigenlijk, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ja, kan van alles zijn. Webteksten, folders, brochures. Ik ben nu heel erg bezig met vacature teksten. Dat is ook weer een... Vak apart. Ja, dat is ook weer een vak apart, maar ook heel leuk om te doen. Want dan moet je dus weer zo'n sollicitant raken eigenlijk. Dus vind ik leuk. En wanneer had je voor jezelf het omslagpunt van nu ga ik een boek schrijven? Want je debuut kwam uit vorig jaar augustus. Ja. Je bent, wat ik net al zei, 43 jaar. Ben je tot je 43ste bezig geweest met dat eerste boek? Of was er gewoon een bepaald moment in je leven van, ik heb nu een verhaal in mijn hoofd, dat moet ik uitbrengen? Nou, het was bij mij niet zozeer dat ik een verhaal in mijn hoofd had. Maar ik denk een jaar of 5, 6 geleden. Het had denk ik al langer zitten borrelen of zo bij mij. Ik was natuurlijk wel zakelijk tekst aan het schrijven, maar ik zat achter mijn computer en in één keer dacht ik van, ik wil eigenlijk gewoon een boek kunnen schrijven, maar hoe doe je dat in godsnaam? Want ik was al wel op een gegeven moment begonnen met een verhaal, maar ik liep elke keer vast, kwam ik niet verder. Er moeten toch bepaalde opleidingen voor zijn of zo. Dus toen ben ik echt gaan zoeken naar, want zo ben ik dan ook alweer. Dan wil ik ook echt gelijk gewoon een goede opleiding doen. Ja. En toen kwam ik eigenlijk uit bij Script Plus. En je hebt schrijversvakschool in Amsterdam. Ik heb voor Script Plus gekozen. En toen ben ik de driejarige opleiding verhalend proza gaan doen. Ja, sorry, ik ben een beetje... Geen niks. Kletsen we gewoon over. Maar zo'n opleiding van 3 jaar, dus ja. Die heb je 5 jaar geleden dan gedaan? Ja, zo'n beetje wel. En het grappige was dat ook bij het voorstellen, zeg maar, want we begonnen ongeveer met 20 mensen en na 3 jaar waren we met 6 over. Kun je zien wat je als natuurlijke selectie hebt. Maar de meesten hadden inderdaad echt wat jij zegt, zo'n verhaal in zich wat eruit moest. Maar
dat had ik niet zozeer. Dus toen op een gegeven moment ook de vraag kwam van, want je begint dan met korte verhalen schrijven. En op een gegeven moment ga je dan van, nou, waar zou je dan een langer verhaal over willen schrijven? Ja, moest ik nog onwijs gaan nadenken. En toen is eigenlijk een beetje, ja, toch ook een soort van half onbewust dat verhaal van die moeder en dochter ontstaan. Eigenlijk vanuit een kort verhaal, wat ik dus al eerder geschreven had. Ja, want ik las ook, ja, je schrijft wat je zelf al zegt, veel korte verhalen. Je blogt ook echt wekelijks. Ja, dan is die deed ook, dan ik is heel die, goed. Maar ja, ik heb ze vanochtend even hier en daar zitten lezen. Je schrijft ook gewoon net zoals dat je je boek schrijft. Lekker luchtig, hap er lekker doorheen. Ja. Dat is positief bedoeld. Het zijn geen teksten waar je echt op zinnen blijft vastlopen. Nee. Het is als een goed gesprek. Dat vind ik altijd heel fijn als iemand dat in een boek kan doen. Hoe kwam het verhaal op een gegeven moment? Ik zal zo nog even uitleggen waar het boek over gaat. Maar het verhaal is niet zomaar een verhaal wat je even neerschrijft. Nee. Het is best een wat zwaarder verhaal. Zijn er dingen uit het dagelijks leven die je daarvoor gebruikt hebt? Of om je, in je omgeving? Deels. Maar dat doet denk ik iedere schrijver. Dat je gewoon je put uit. Natuurlijk uit jezelf en je eigen ervaring. Maar ook de mensen om je heen. Gewoon, nou ja, alles. Je kan over alles schrijven. De hele wereld, zeg maar. Daarom hebben we ook zoveel boeken op de wereld, denk ik. Nou, maar moet je zien inderdaad hoeveel boeken er geschreven worden. Maar ik hou ook van simpele, heldere taal. Dat heb ik altijd al gehad, zeg maar. Dus ik... Dat is ook gewoon een hele mooie stijl, denk ik. Dat merk je ook echt in je boek. Ja, kijk, het is natuurlijk heel persoonlijk. De een houdt van dit, de ander houdt van dat. Maar als ik zinnen te vaak moet herlezen, dan kom ik ook niet door een boek heen, zeg maar. Dus en de kunst is denk ik om als schrijver inderdaad heel goed te kijken en gewoon heel concreet dingen te beschrijven en te benoemen. Hoewel ik ook in die, tijdens de schrijfopleiding wel heb geleerd, dat dat best wel moeilijk is, weet je wel, dat je... Een boek schrijf je niet zomaar. Nee. Nee. En soms denken mensen ook van, dat schrijf je gewoon van voor naar achter. Je begint en je eindigt. Maar zo werkt het helemaal niet. En dat bloggen, ik vind het eigenlijk slecht van mezelf. Want ik wil eigenlijk veel meer bloggen. Maar nu ligt het een beetje op zijn gat. Maar dat komt wel weer. Dat helpt mij ook. Omdat ik dan, dat is ook een soort vingeroefening, weet je wel. Dat je gewoon in kleine stukjes toch... Bezig blijft met creatief schrijven, om het zo maar te noemen. Ja. We gaan even weer een muziekje draaien, dan gaan we het daarna over je boek hebben. Hier komt Old Man van Neil Young.